Voor komende vrijdag, open dag, buitencentrum Sallandsheuvelrug. Hoe gaat die dag eruit zien? Hoe gaat die dag eruit zien? Die dag gaat eruit zien als een open dag. Een open dag is het niet. Het is de officiële opening, zou je kunnen zeggen. Nee, zou je niet kunnen zeggen. Dat is het. De officiële opening van het buitencentrum Sallandsheuvelrug van Staatsbosbeheer. En in dat buitencentrum werken een aantal partners samen. Zoals de Stedelijk Hellendoorn, het IVN, het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie. En ook nog een Nationaal Park en uiteraard Staatsbosbeheer zelf. Die vijf partners zijn, werken met elkaar samen. En dat wordt aanstaande vrijdag officieel geopend. We staan hier op de Skywalk van de Sterrenwacht. Komende vrijdag is de officiële opening. Dat moet goed doen. Ja, nou, we hebben er alles aan gedaan om dat ook voor te bereiden. We zijn vorige week al begonnen met wat vrijwilligers om die op te leiden hoe ze de boel moeten bedienen. Deze week gaan we nog een keer weer oefenen en we denken er wel klaar voor te zijn. Dan over de Sterrenwacht. We staan hier bij een uniek geheel. De grootste koepel, zoals je ook al aangaf, van Nederland. Ja, hoe voelt dat? Ja, dat voelt natuurlijk geweldig. Hè. Ik zeg dat vaak, wij zijn van het ene uiterste in het andere uiterste gevallen. Wij zijn voor 11 jaar terug begonnen in Ommen, aan de Ommerweg in Nijverdal. In de molen, de Wippen. En dat was natuurlijk heel erg mooi, heel gezellig. We waren blij dat we een onderkomen hadden. Maar het had met astronomie niet zoveel te maken. Je kon er eigenlijk heel erg weinig. We hadden een aantal kleine mobiele telescoopjes. En we konden daar ook wel een presentatie houden. Maar dan had je het ook ongeveer wel gezegd. En wij hadden toen al een droom. Ja, wij moeten ergens anders naartoe. We moeten gewoon echt een sterrenwacht maken. En een echte sterrenwacht is een sterrenwacht met een koepel. En dit is een sterrenwacht met een koepel. En wat voor koepel? Dit is eigenlijk ongeveer de grootste koepel van Nederland. Maar los nog van de koepel, de hele configuratie zoals die hier staat, met een hele mooie grote publiekstelescoop en een deep sky telescoop, een sublieme montering, hieronder een control room, onder in de sterrenwacht nog een planetarium. Ja, wij zijn gewoon voor het ene uiterste in het andere uiterste gevallen. Je begrijpt, het is best een hele technische aangelegenheid. En bij de voorbereiding, dan komen er heel veel beslissingen die je moet nemen. Al is het al, welke telescoop kiezen we? Wat voor soort planetarium nemen we? Wat voor camera moet erop dan? We hebben daar natuurlijk uitgebreid onderzoek naar gedaan. We hebben daar allemaal in kaart gebracht van de mogelijkheden. En natuurlijk ook, wat kost het? Past het binnen ons budget? En daar zo geprobeerd zo goed mogelijk een keuze in te maken. Hoe belangrijk is dit voor de gemeente, deze sterrenwacht? Nou, wij denken dat deze sterrenwacht Hellendoorn niet alleen maar een lokale functie heeft voor de inwoners van de gemeente Hellendoorn, maar dat die eigenlijk gewoon een